Hey, ik ben Chester en welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. En vandaag ga ik voor jullie weer een nieuwe loot chest box unboxen op mijn kanaal. Want ik heb weer de oktober box binnengekregen van hun. Dus we gaan kijken wat erin zit. Ik heb hem net alvast eventjes opengesneden aan deze kant, zodat ik hem wat makkelijker in kan komen voor jullie. Dus laat hem gelijk openmaken. Voor degene die denken dat mijn adres erop stond, dan stond het niet, want hij is gewoon letters afgeplakt, heb ik gedaan. Dus jullie kunnen mijn adres in ieder geval niet zien. Maar we gaan hem weer voor eerst openmaken. Mocht je nou ook zo'n box willen, check even de link in de beschrijving met mijn kortingscode. ONGIT6LAGB5 krijg je korting op je maandelijkse box. Dit is de oktoberbox, dus als je hem nu bestelt, krijg je natuurlijk de novemberbox, wat logisch is. Dus we gaan hem openmaken. Jullie gaan het weer als eerst zien. Ja, hij moet al via hier open. Oké, daar gaan we, jongens. Zien jullie al wat? Oké, ja, die zien niet heel veel. Oké, dat heeft dan niet heel veel zin. We gaan hem gewoon even neerleggen hier zo. Dan gaan we steeds uitpakken wat erin zit, laat maar zeggen. Dus we hebben alweer een heel mooi boekje. Het is dus waarschijnlijk oranje omdat het de Halloween box is. Dus we hebben een heel mooi Halloween boekje erbij. Niet heel erg veel bijzonders. Laten we gewoon gaan beginnen met het allereerste wat we tegenkomen. Namelijk de Back to the Future Keychain. Ik ga Keychain zeggen. Laten we even openmaken. Kijk hoor. Ga ik deze shit open. Oh. Ik ga altijd aan de moeilijke kanten proberen iets open te maken, terwijl ik gewoon met zo'n plakkertje hier open kan maken. Nou, we halen hem er dus eventjes uit. Mee wil werken. Ja. Yeah. Plastic leg hier weer. En hier is die. Hele mooie keychain. Dus kan jij een sleutels hangen als je daar zin in hebt. Dus die leggen we ook even hier neer. Dan gaan we door naar het volgende ding. En dat valt me ook gelijk op. En dat is een Avengers. Ja, dingetje, dus die gaan we dan ook gewoon gelijk openmaken. Oh, het zit nog een keer goed verpakt. Wat zit hier in, jongens? Oh, het zit nog een keer goed verpakt. In een zwart dingetje. Nou, de doos leggen we weer hier neer. Zwart even zakje open, maar. Zo. Oh, sick. Captain America. Daar zit hier dus zo'n bobblehead in. Dat is zo'n hoofd die heel erg kan bewegen, zien jullie? Nou, die ga ik over mijn bureau zetten. Die zou ik niet zien. Nou, die staat. Oh, die zie je aan heel veel lachen, serieus. En ja, we hebben natuurlijk ook, zoals altijd, weer snoep erbij gekregen. Dus ik heb weer twee lekkere lollies die ik op kan gaan likken als ik straks aan het gamen ben of zo. Super bedankt daarvoor. En nu zit er ook een t-shirt in. En wat is dit t-shirt? Let me look for you. Het is maat M, dus dat is geloof ik wel mijn maat. Dus het daarheen. Dit is het t-shirt, jongens. Ik weet niet of jullie kunnen zien wat erop staat. Dit is in ieder geval een Ghostbusters. Beste nou. Deze is wel ziek. Deze ga ik sowieso een keertje aan doen en graag opnemen, jongen. Ik vind dit wel een leuk shirtje. Ja, best wel ziek dat ze die erin doen in ieder geval. What the fuck? Oké, dit is wel echt heel ziek, jongens. Ja, oké, de doos van ons zijn. Er zit eigenlijk nog meer dingen in. Maar dit ding is echt super ziek. Mortal Kombat X. Ja, Scorpion Bobblehead. Holy shit. Dit is wel ziek, guys. Dit is echt ziek. Holy shit. Sub-Zero. Damn, zou ik hem openmaken of niet? Ik wil hem eigenlijk in de verpakking laten zetten, omdat ik hem veel mooier vind, maar super sick dat deze erin is, trek. Holy shit. Kijk even goed. Hier, kijk. Mortal Kombat X. Zo ziet het eruit. Super sick, zeg. Echt super sick dat deze er ook in zit. Hoi, yo. Die gaan we sowieso ook even een mooi plekje geven in mijn kamer. Verder rest. Zitten er nog twee dingen in. Die ik er niet uit ga pakken als ze eruit binnenkomen. Ga dus opzij. Alright. Laatste, in de laatste dingetje is deze luchtverfrisser van Batman. Nou, die kan misschien uit te hangen van mama. En dit is best wel ziek. Dit is een 3D ding. Ik weet niet hoe dat op camera eruit ziet. Maar een 3D ding. Ja, kijk. Weet je dat ook weer? Suicide Squad, geloof ik. Ja, je ziet het wel, maar holy shit.
Nou, dat was dus alles wat erin zit. Het gaafste wat ik er even vind zitten is toch wel dit dingetje. Deze pop. Dus ja, deze ga ik wel een mooie plek in mijn kamer geven. Dus mocht je nou genoten hebben deze video, laat even je blauwe duimpje omhoog achter. Helemaal natuurlijk enorm. Weer natuurlijk ook, zoals ik al zei, zo'n box ontvangen. Ja, check even de link in de beschrijving. En gebruik mijn kortingscode. En wie weet heb je dan ook zo'n box. Je kan hem één maand kopen. Je kan een abonnement of afsluiten. Dus weet je, laat het lekker gebeuren. Ik weet niet of je het wil doen. Laat even weten wat je van deze video vond. Thanks for watching. En zie jullie morgen om 3 uur bij een nieuwe video, jongens. Doei.